sta je naast een fan van Sergio Garcia? Wat vind je zo mooi, zo goed aan? Nou, volg hem natuurlijk vanuit uit de wereld. Dat hij altijd wel bovenin meedraait. Vanuit Europa, dat is wel mooi. Hij kan vlammen op een dag. Dus ik verwacht ook nog wel morgen dat hij bovenin eindigt bij de KLMO. Ik sta met Thies, een fan van Sergio Garcia. Thies, wat vind je zo mooi aan Sergio? Sowieso zijn swing is mooi. Iets anders dan de andere spelers. Veel grote toernooien gespeeld, gewonnen. Beste Ryder Cup speler natuurlijk ooit. Dus dat is ook heel knap. Ja, geweldige golfer. Het is natuurlijk fantastisch dat zo'n wereldtop speler hier op het KLM Open meedoet. En het is nog steeds nog leuker eigenlijk dat hij meedraait in de top van het klassement. On the team from Spain, Sergio Garcia. Los van het feit dat ik van hem kan genieten, kan ik gewoon genieten van hele goede golfers. Dat vind ik gewoon super leuk eigenlijk. Maar gewoon die ontspanning, lekker relax, gewoon staan en lekker slaan. Ik vind het echt fantastisch. Ik kan er echt ook heel veel van leren. Kan je laten zien wat er zo bijzonder is aan zijn swing? Afwijkend van anderen misschien? Ja, wat ik zag was dat hij redelijk vlak zit, handen een beetje zo gebogen. En dan heel erg, ja, dat kon, dan heel vlak dat hij zo terugkomt. Maar wel nog steeds strak, dus waarschijnlijk zijn handen een beetje naar voren geduwd. En dan, ja zoiets. En dan door de bal heen met een ongelofelijke impact. Leuke man ook om naar te kijken, Sergio? Ook best een leuke man om naar te kijken. Relaxed? Ja. Jongens, wie volgen jullie hier? Sergio Garcia. Wat vinden jullie zo goed aan Sergio? Omdat hij op de Ryder Cup speelt. Gaan jullie later ook doen, of niet? Ja, ik hoop het wel. Tim Giles, professional op de Dutch, is al veel gewonnen. Wat vind jij zo mooi aan Sergio Garcia? Weet je, de hele atletische manier van doen, hè? Het is zo geweldig om te zien. En ik ben gewoon jaloers op. En ik heb het nooit kunnen doen zoals hij. En het is fantastisch om naar u te kijken. Voor de gewone golfer, kan je iets leren van Sergio? Ja, je kunt leren dat eigenlijk om les nemen is heel belangrijk. En ook naar de gym gaan om soepel te worden. Jules Meijers, pro op de doek. Zie jij als pro Sergio ook als een voorbeeld voor deze kinderen? Ja, denk ik wel. Hoe hij bezig is met golf. Ik denk dat zij daar heel veel van kunnen leren. Sergio! Wat vind je mooi aan zijn spel? Eigenlijk alles natuurlijk. Het is een geweldige driver. Hij is creatief. Hij is gedreven. En eigenlijk alle facetten van zijn spel zijn goed.